We zien hier de grafieken van twee reële functies, de functie f en de functie g. De functie f beeldt een reëel getal af op een ander reëel getal, een getal x op f van x. De functie g is ook een reële functie, dat betekent dat die ook een reëel getal afbeeldt op een reëel getal, x op g van x. En nu zoeken we een verband tussen die twee functies. Namelijk, g van x is gelijk aan f van ax plus b. En we zijn op zoek naar deze a en deze b. Laten we een keer kijken naar deze twee grafieken. Wat zien we? Dat het bereik van die twee functies is hetzelfde. Dus dat betekent dat deze functie niet verschoven is volgens de y-as. Of niet samengedrukt of uitgerokken is volgens de y-as. En dat is ook waarom dat er hier nog een aantal keer f van x of plus een constante staat. We zien wel dat volgens de x-richting die samengedrukt is. En laten we een keer gaan kijken rond welke centrale as dat die samengedrukt is. Hier, dat punt 1,1 is de as. Die as evenwijdig met de y-as. Door het punt 1 is de as waar rond dat dit samengedrukt is. Als we hier naar dit verband moeten gaan zoeken, is het misschien gemakkelijkst om dit hier eventjes y te noemen. Staan dat die x en die x, wat een verschillende betekenis heeft, ook niet meer met dezelfde letter benoemd wordt. Dus dan zullen we dit hier, het getal x, eventjes y noemen. Als we dat nu x of y noemen, dan maakt eigenlijk niks uit. Dan wordt dit hier y en dit wordt f van y. En dus krijgen we dat we op zoek gaan naar wanneer dat g van x gelijk is aan f van y. Dus we zijn eigenlijk op zoek naar functiewaarden die hetzelfde zijn. Bij welke x en welke y horen die juist? Dus wat hebben we? We hebben een samengestelde functie die x afbeeldt op y. En y afbeeldt op f van y. En die f van y is ook de samengestelde functie. Is g van x. Dus dit is hier de functie f. En het verband tussen x en y, dit is waar we naar op zoek gaan. Laten we een tabelletje gaan maken. Met bijhorende waarde x, y. Waarbij we dan kunnen op zoek gaan naar de y die gelijk is aan de ax plus b. Dus hier 1, 1, dat was al een getal dat we hadden, want kijk, dat is rechts van dat maximum, die 1. De rechts van dat maximum, dat blijft dezelfde waarde. Dus we gaan kijken bij x is 0 of y is 0. Dus als we kijken bij y gelijk aan 0, y gelijk aan 0, dat is links van het tweede minimum. Dus y gelijk aan 0 komt overeen met deze functiewaarde. Deze functiewaarde komt overeen met deze x. Dat is x gelijk aan 1 tweede. De x gelijk aan 0, dus x gelijk aan 0, komt overeen met deze functiewaarde. Dat is een klein beetje links van dat eerste minimum. Dat komt overeen met dat getal hier ongeveer. Laten we gaan kijken. Dat is bij y gelijk aan min 1. Dus wat hebben we? We hebben hier een verband tussen y en x, wat een lineair verband is. En we hebben verschillende punten die daaraan moeten voldoen. Aangezien dat we hier twee onbekenden hebben, moeten we twee van deze punten invullen, krijgen we een stelsel. En dit stelsel oplossen zou ons dat verband moeten geven.